Op een school in Zwijndrecht komen er vandaag een groep nieuwe leerlingen aan die zijn gevlucht uit een land waar er oorlog is. Nou jongens, het is zover. We krijgen vandaag nieuwe kinderen in de klas en ze komen uit een oorlogsgebied. Voor de klas stellen de kinderen zich even kort voor. Hallo, ik ben Snijd en we zijn blij dat we hier mogen zijn. Dit dagboek is het enige wat we nog hebben. Tijdens bijna elke pauze schrijven kinderen in hun dagboek over de erge dingen die ze hebben meegemaakt. Jongens, vonden jullie het ook zo eng op de boot? Ja, en die gasten met die enge wapens. Maar ik vind het wel fijn dat we hier veilig zijn, hoor. Ja, jongens, inderdaad, hè. We zijn hier hartstikke veilig en ik hoop wel dat we hier lang kunnen blijven en niet dat we teruggestuurd worden. De andere kinderen wilden weten wat ze aan het doen waren. We moesten weer in het dagboek aan het schrijven. Ja, hè? Zullen we er anders niet even naartoe gaan? Ja. Ja, dat is goed idee. Hallo, wat zijn jullie aan het doen? Nee, we doen echt niks. We doen alleen iets voor onszelf. Nee, niks. Oh, oké. Okay. Ik vind het wel raar, hoor, wat ze allemaal aan het doen zijn. Zo geen zin. Ja, echt heel raar. Ze waren nu zo nieuwsgierig geworden dat ze in de gaten hielden. Zo zagen ze dat ze het dagboek niet meenemen naar huis, maar ergens in de klas verstopten. De volgende dag was het nieuwsgierige groepje als eerste op school en dan zochten de klas naar het dagboek. Ik heb hem hier! Yes. Yes. Ja. Ergens in een rustig hoekje van de school lazen de kinderen in het dagboek. Eens kijken wat erop staat. We zijn nu al dagen op de vlucht. We lopen altijd in de avond, zodat we minder goed gezien worden. Als het ochtend wordt, proberen we een plek te zoeken om te slapen. Vandaag hadden we geluk en vonden we een schuurtje dat ook nog eens open was, waar we een paar uur konden slapen. Maar daarna begon de vlucht weer. Wanneer houdt het nu eindelijk eens op? Ik is veilig, ik zie geen slapen. Jongens, kom, weg, vluchten. Oh, wat erg. Erg. Wow, er zijn een paar familieleden van hen doodgeschoten. Nee, echt? Ja. We moeten tegen iedereen op de wereld gaan vertellen dat dit is gebeurd. Goed idee. Ik heb mijn mobiel bij me, ik kan een foto maken. Op die manier kopieerden de kinderen het hele dagboek en zetten dit op het internet. Het werd gelijk groot nieuws. Goedenavond, welkom bij Enashider en welkom bij RTL Late Night. Het wordt al de nieuwe Anne Frank genoemd, het dagboek van de vluchtelingenkinderen die online is gegaan en laat zien wat voor verschrikkelijke dingen deze kinderen mee moeten maken. De volgende dag sprak iedereen erover. Door leerkrachten op scholen bij het koffieapparaat. Zo, heb je dat gisteren gezien bij RTL Late Night? Ja, over het dagboek. Over die vreselijke verhalen van die kinderen. Nou, Ronald, we kunnen zeker actie ondernemen. Nou, Bob, ik denk dat we wel met heel de school in actie kunnen komen. Rijke dames die op wintersport waren. Hebben jullie dat ook gelezen in de krant van het dagboek dat online is gezet? Ja, vreselijk. Van die kinderen die zijn gevlucht, bedoel je? Kunnen we met onze damesclub niet helpen of zo? En jonge ICT'ers die veel geld verdienen met games en apps. Hey Colin, we hebben toch zoveel geld verdiend met die start-up? Kunnen we misschien dat gezin niet helpen dat veel in het nieuws is? Ik ga gelijk even mijn vrienden bellen. Er kwam heel veel hulp op gang, maar bij de internetpolitie hadden ze ook gezien wat er gebeurd was. Zo, ik ga even kijken hoe dat nou online is gezet, hoor. Zo, wil je dat eens zien? Ja, volgens mij is dat gewoon illegaal online gezet. Mm-hmm. Ja. Kom op, arresteren die boel. De internetpolitie deed zijn werk en zag dat het dagboek zonder toestemming online was gezet en arresteerde de kinderen. Al snel kwam er een rechtszaak. Ik wilde graag de mening horen van de kinderen die dit delict veroorzaakt hebben. Nou, meneer de rechter, we wilden eigenlijk alleen de kinderen helpen. Ongevraagd hun dagboek online te zetten. Precies, ze hebben de privacy geschonden. Het klopt inderdaad. Door deze actie zijn de kinderen inderdaad geholpen. Neem niet weg dat er iets illegaals is gebeurd. Moeten zij voor deze actie gestraft worden? Ja, sowieso. Nee, doe maar niet. Beslis jij maar. Laat je mening hier achter onder dit filmpje.